Ja, ik ben er, maar ze gaan weer praten. Hebben ze hun stem nog niet verloren? Ze hebben echt al zoveel gezegd. Ze hebben echt 25 uur gepraat achter elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming is B. Het is een zwarte dag in de geschiedenis van deze. Ik heb niks verzonnen. Nee, ja, ik heb wel echt niks verzonnen. Dat is wel een beetje jammer. Dus we gaan nu in de Super Space Robots vechten. Wacht, wat? Super Space Android Robots ga ik vechten. Oh ja, ik ben al... Solarinira en Psycho. Ja. Ja, nee, ik dacht al, waar heb je het over? Maar die heb ik inderdaad vorige aflevering bevochten. Ja. Nu moet ik terug naar de docks om... om de boot te pakken naar Pony Island. Naar het laatste eiland. Alleen, weet ik niet of het allemaal goed gaat wat ik nu doe. Dat weet ik ook niet. Mighty Anna, oké. Ik zit met mijn stoel te kloten. En waarom doe je dat, Sander? Nou, ik dacht dus dat hij... Hij stond heel erg naar achter en dan ben je niet gewend. Ah. Dus ik dacht zo van, waarom de fuck zit hij zo ver naar achter? Want dus ben je als je gewend. Denkt van, what the fuck? Doet hij met z'n leven, dan weet je dat. Ja. Als je er terugkijkt en je denkt... What the fuck? Ja. Gaat het? Nee, jawel. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Ik wou een move spectate, weet je wel? Ja. Yeah. Alleen, hij zegt dan bij Bledge, Belch. Zegt hij, Jesse hasn't eaten, maar ik wil gewoon de informatie, maar schijnbaar kan dat niet. Yeah. Oh, rip. Nou, je moet daar voor die move per se berries eten. Nou, oké. Okay. Oh, ja. Yeah. Maar ik dacht dat je dan wel gewoon de informatie kon zien. Ja. Sky beetje jammer. Beetje jammer, noemen ze dat. Niet zo pog. Beetje? Nou, twijfel ik nog over. Dat een beetje. Het liedje van deze city is ook wel nice. Wat? Heel sereen. Ja, ik weet even niet hoe deze city heet, maar... Ik weet wel volgens mij dat je in deze city, als ik het goed heb, nog ergens een Old Ember kan halen. Maar ik weet het niet zeker. Krijg je dit niet van hem? Dat vind ik wel cool. Super effective, baby. Ik ben slim. Nee, niet super hyper potionen. Oh, ik kreeg een Magmarizer. Dat was geen Old Ember. En een Electrizer. Ja. Ik dacht dat je er ook een Old Ember kreeg, man. Nu ben ik een sleep. Oh. Sad. Oh. Nou, maar echt. Is Bug niet ook super effective? Je krijgt een static encounter. Aerodactyl hier. Alleen, dat is gerandomized in een Mienfoo. En die mag ik gebruiken. See? Maar... static als in de Old Ember is static? Of Nee. Je krijgt gewoon van deze trainer een Aerodactyl normaal. Heel ziek. Ja, en nu is het een Mienfoo voor mij. En die mag ik gebruiken, want die is fight. Dus misschien dat jij ook wel een goede Pokémon kan krijgen daar. Oh. Nou, wie weet. Ik ben even bezig met schoonmaken. Kom op, Arbok, word schoon. Ja, dank je. Charbok houdt ervan om fiets te zijn, schijnbaar. Ja, die mensen heb je. Boys, die slang. Ik wil niet eten gepraat. I don't care about space androids. Hou jij niet van space androids, Sander? Wat is dat nou? Nee. Star Wars is niet mijn favoriete movie. Nooit gezien overigens, maar... ik ook niet. Mensen hypen Star Wars te veel. Nou, misschien dat is ook waarom ik Squid Game niet kijk. Mensen hypen maar, niet maar veel. Sander, ik heb er geen zin in. Die serie is zo vet. Ja, maar die serie dan wil ik pas doen na de hype. Waarom? Gewoon. Fuck dat. Nee, oké. Okay. Ik kijk sowieso al... Ik kijk nu het nieuwe seizoen van Brooklyn Nine-Nine.
Oké. Dus dat wil ik eerst afkijken. Dan was er nog een serie die ik graag wilde zien, maar dan ben ik even vergeten. Oh ja, nee, dat schiet ja, op. Nee, die was wel heel goed overigens hoor. Nee. Oh, wat dom. Ik had een soort lijstje in mijn hoofd van die series wil ik heel graag. Volgens mij hebben wij het daar laatst nog over gehad, maar dat weet ik niet zeker. Oh, dat zou best kunnen. Kijk je nog Expedition Robinson? Ja. Nice. Maar die kijk ik gewoon om de week, zeg maar. Die kijk ik niet in één keer. Wat ik bij de meeste series wel doe. Oeh, ik heb allemaal TM's. Yo, hier. Frozen Pikachu? Heel ziek. Behalve dat ik geen aanvallen kan doen, maar dat doet er even niet toe. Alleen haters zullen dat zeggen. Wow, het is Hou die veel te blij is, terwijl we letterlijk in een evil team zitten. Nee, oké, hey, leuk jou ook hier te zien. Hey, laten we allemaal blij zijn en zo. Niks tegen nu komt Gladion die altijd boos is. Nee, dit is perfect. Nu hebben we weer een balans. Nu zijn we team neutraal. Huts. Dochter? Zoon? Is er iemand die dat zegt? Tegen zijn dochter en zo? In series wel. Het klinkt zo... Niet... Niet als iets wat een normaal persoon in de normale wereld zou zeggen. Echt, hè? Het is een beetje zo van die NPC praat. Zo van... Son? Mm-hmm. Daughter? What? What are you doing here? Nice. Sander, ik heb een vraagje. Dat mag. Heb je Soleria en Psycho al verslagen? Ik heb één van de twee verslagen, volgens mij, maar... Met een Mighty Anna. Oké. Ze kunnen de pot op. Ik zit nu een hele coole cutscene te kijken. Dat kan niet. Er zijn geen coole cutscenes. Nee, dat dacht ik ook. Maar de game dacht anders over. Ja. Oeh, een shepherd. Oh. Als je klaar bent, moet je naar de docks in ieder geval. Dan weet je dat. Ah. Naar de docks? Ja, je moet met de lift. Oh, nee, ik ben nu nog helemaal bij die Lusamine scene, jongen. Jongens, schiet een keer op. Nee. En de Guzma komt nu ook nog. Jezus. Ja, ik wil wel. It's your boy Guzma. Oeh, ik moet er een sun roll op. Opschieten, maar ik weet niet of jij daar blij van wordt. Ik zie wat je probeert, ik zie wat je probeert. Nou, dat zie je niet als het goed is. Joh, ik kan het wel horen. Heb ik een Pokémon die er goed tegen is? Volgens mij niet. Dat is zeer shit. Heeft Huts een goede aanval? Nee. Een biertje? Ah. Ook niet. Gaan we toxicen. En is je cutscene afgelopen? Ja, ik moet nu tegen de bitch vechten. Oh, oef. Wow, waarom deed dat zo typisch veel damage? Steamroller! Yo, burnt? Waarom ben ik burnt, gast? Dat wil ik helemaal niet. Omdat je hot bent, Sander. Ja, dat hoor ik wel vaak. Dat is niet helemaal waar, maar dat boeit niet. Ik zeg niks. Nee, maar... Ik wel. Oké, Pokémon. Boompad. Pokémon, Karaokemon. Karaokemon. Catch him, gotta catch him all. Gotta catch him all. Pokémon. There are 150 or more to see. To be a Pokémon master is my destiny. Prachtlied. Tinkle. Ik ken alleen Charmeleon. Wartortle. Na, Aerodactyl. Omanyte, Slowpoke.
Ja, jij kent zelfs meer. God's vlot. Ik voel me debiel. When you do not wait the poker rap uit je hoofd. And you feel yourself a debiel. Heel herkenbaar. Sander, gotta Sander all. Gotta catch him all. Yo, burnt? Alweer burnt? Waarom ben ik de hele tijd burnt, gast? Ik heb daar dat net een antwoord op gegeven, Sander. Oh ja, ik was hot, ja. En spicy. Jij bent zo Pringles hot en spicy, ben jij. Yo. Ziek. Deze togekiss is niet handig. Weet je waarom? Hij heeft Sandstream. Lijkt me niet handig. Dat is inderdaad niet handig, nee. Hé! Hey, hoe doet hij zoveel damage? Oei, nou, oei. Wat nater. Ik denk... Ja, ik kan er geen twee tanken. Dat is heel kut. Dit is de enige gozer die super effective is door de kut fairy typing. Die alleen maar steel heeft als weakness. En poison? Nee, niet poison. Wel poison. Oh, waarom zeg je dat niet meteen? Oh nee, Jesse. Nee, Jesse is low health. Nee, Jesse is low health, dus dat gaan we niet doen. Sky Attack? Fuck off. Welke type is Flygon ook alweer? Flygon. Ground. Ground? Oh, dan mag ik flying. Dan. Flying. Of Ground Dragon, dat weet dragon. Ik. Dragon, hij is sowieso Dragon. Dus dan is hij Ground Dragon. Oké, okay, nice, dan mag ik hem. Ground Dragon. Dan mag ik hem. Dat is goed nieuws. Yo, ik had een Steel type op mijn boom pad. Boom pad, bedoel ik. Wie? Ik had Boom in hoofdletters moeten doen. Dan had ik het wel geweten. Uit mijn hoofd. Ja. Beetje jammer dit. Waarom doe ik Flash Cannon? Oh, oké, okay, ik ben een debiel. Nee, dan weet ik dat voor de volgende keer. Je bent hot, maar ook een debiel. Ik ben de hotste debiel die er is. Ik weet trouwens wel wat de intro moment gaat worden van deze aflevering, als ik het niet vergeet. Oké. Okay. Ik weet hoe ik de aflevering ga noemen als ik hem naar je stuur. Pokerrap ga ik als intro doen. Oh. Ik dacht, jij bent hot. Nee. Anders ga je straks naast je schoenen lopen. Geen schoenen aan. Nee, omdat je ernaast loopt. Dus, ja, ik wou net zeggen, dus ik denk dat het al aan de gang is. Zo getalenteerd ben ik. Yo, Grassman, dit kan jij. Met je Rocky helmet, oh. Oh ja, die zat trouwens in de PC. Heb ik eventjes opgehaald. Heel ziek. Weet je waarom? Nou? Omdat ik cool ben. Ja, net was je nog hot en nu ben je cool. Wat is er aan de hand, Sander? Ja, ik zat te kijken of jij aan het opletten was. Maar, dat is het. Dat is het. Rocky helm. Wees niet confused. Wacht, voor Brawler. Is dat niet ijs, trouwens? Jawel, Ice Fight. Dan heb ik er niks voor. Geen vuurpocket monster. Ik ben zo'n waterbender en jij verwacht dat ik zo'n vuur hoor. Hoe is Volcanion is gewoon watervuur. Zijn flora is gewoon... Nee, zijn flora is waarschijnlijk niet fire. Nee. Er is geen... Salandit is gewoon poison fire. No, die wil ik. Ja, dan moet je die zoeken. Ja, dan moet die er zijn. Oh, dit was heel dom. Oké, okay. Ja, dood. Oh, wie is er dood? Jesse. Ik kan James, hem ook niet healen. Ik was sowieso wel dood gegaan met één Pokémon, denk ik. Ja, misschien dat grasvee. Aan de andere kant. Je kan het, Sander. Nee, schaam mij dus niet. Oeps, my bad. Nou, dat je dat maar duidelijk hebt. Oh, oké. Okay. Oeh, camera. Die was Seabomb beter. Nee, wat doe ik met mijn leven? Wat? Die doet zo weinig. Ik haat mijn leven. Oh, dat is echt kut. Dat is niks nee, doen, nu hoef ik de camera up dan niet meer. Walking dynamic. Oh, nee. Nee. Niet confused. Nee. Nee. Wat gebeurde er? Fuck. Ja, hij was confused, maar ik leef nog op 20 HP. Nice. Alleen, elke Pokémon is half dood, minimaal.
Zo'n beetje. Behalve Grassfee. Dat is een maar Fairy, dat is waarschijnlijk ook niet... Ook weer... Oh ja, wacht. Dat is misschien wel super effective op fighting. Dat weet ik niet. Maar die dynamic punch, hou daar nou eens mee op. Godverdomme. Nu word ik boos. Oh, effectspoor. Oeh, dat is chill. Dat is wel ziek. Ik kon net de camera opvangen, alleen had impulser, dus toen wou ik hem niet meer. Hoezo niet? Dat is toch super chill en zo? Nee, dat is super kut. Ik wil Prison Berry. Oh ja, dat was voor Confusion. Als ik impulser wou, had ik wel Among Us gaan spelen. Oh. Dat had ik niet verwacht. Ik denk wel sus dat je dat... Jezus, bro. Moonblast. Please, als dit niet killt... Dan word jij een boze jongen. Ik weet niet waar ik dan wel ga doen, maar... Als dit niet killt in ieder geval... Ja. Dus dat. Yo! He dead? He dead. Hij is gone. Pas wel goed bij de Crabrawler. Heb ik... Kiesje vechter nog? Ja? Kiesje vechter. Ja, dat was de Breloom. Ja. Gozer. Choose your character. Dorpeling. Dat was toch heel lang zo'n meme? Dat zal best, als jij het zegt. Ik weet ook niet waarom. Maar dorpeling was wel een meme. Een meme. Gyro Ball. Oh, wacht, dit is zo'n mail tank. Je moet mee oppassen, natuurlijk. Yo, kunnen we hem even in one hit KO'en? Dan hoef ik niet op te passen. Want, ja. Zie ik eruit als een 16-jarige? Wil je daar echt antwoord op? Nee. Sander. Ik weet al dat het ja is, maar... Over het algemeen zie je toch wel vaker dat oppassers vrouwelijk zijn. True, true. Niet altijd, maar wel vaak inderdaad. Ik denk ook wel dat ik dat eerder zou vertrouwen en dan... mannelijke oppassers. Maar, hey. Wojo, ja. Seksisme. Ja, echt hoor, maar ik vertrouw mannen niet. Ik ken mezelf te goed, dus we, ja, daarom weet ik dat ik ze niet kan vertrouwen. Okay. Oh, dat kun je out of context halen en dan wordt het heel raar. Dan ben je al op Pony Island. Oh, weet je waar ik ben? Nee. Bij die mail tank. Bij die mail tank? Ja. Welke mail tank? Nou, die mail tank die ik nu zie op mijn beeldscherm. Oké, maar waar ben je? Daarnaast, zo'n beetje. Maar waar is dat? Ben je nog wel op Pony Island of ben je nog op de Eater Foundation? Ja, Lusamine heeft toch die miltank, man. Oké. Okay. Weet je dat nog steeds niet? Ik word hier gewoon bespied door een oude vrouw, dat vind ik pas eng. Oké. Het is officieel, vrouwen zijn dus ook eng. Ja. Ik zou vrouwen ook niet op laten passen nu. Yo, Breloom, ga eens even healen of zo. Hé. Het duurde even 25 uur, maar... Oh, je zit nog steeds in de battle over Lusamine. Oh, oef. Nee, nu niet meer. Ik heb nu Breloom geheeld. Maar, ik heb wel een trucje. Nevermind. Oké, ik heb geen trucje meer. What the fuck? Nu wel. Echt irritant dat ik geen duidelijk antwoord krijg van waar je nu exact zit. Oh ja, bij Lusamine. Oké, sorry. Lusamine heeft een box. Die houdt ze nu omhoog. Nu doet iedereen zo van, nu komt er een blauwe gloed vanaf. Nu komt er een blauwe, what the fuck, een wormhole. Dus je... Heel ziek. Dus je zit nu in de cutscene, zeg maar. Dus je hebt wel de battle al gehaald. Ja. Okay, ja, dat zei ik toch zo net. Van nee, ik ben nu uit, want ik ben aan het curen. Oké. Of heb ik dat niet gezegd en heb ik dat gedacht? Je zei, ik ben Breloom aan het healen, zei je. Maar ik dacht, ja, misschien is dat in battle. Oké. Dat is onhandig. Ik wil niet te ver naar voren lopen dan, zeg maar. Well, ja, ik wil niet ver achterlopen eigenlijk, maar... Deze doe, met game... doe die cutscene maar... Ja, ik weet niet of die nog lang duurt, maar gewoon met speed button. Ja, ik denk dat die bijna afgelopen is. Ik wil nog meer speed up. Ik deed eigenlijk al speed up de cutscene, maar... Oké.
Loop naar de docks, zeg maar, met speed-up. En als je dan in Pony Island bent, dan doe je speed-up er weer af. Oh, nu moet ik naar de docks lopen. Oké, ik weet totaal niet waar ik nu ben, überhaupt. Oké, je moet gewoon binnen het gebouw gaan en met die driehoeklift, zeg maar. Oh, the next day. What the fuck? Oké, ja, ik kan nu lopen. Ik ga nu gewoon naar buiten, denk ik. Oh, ik kom nu Lily tegen. Yo, Lily is anders? Ja, oh, dat is ook weer een cutscene. Lily is lelijk? Nee. Wojo, wat een haat. Nou, ik vond er minder lelijk toen ze dit niet deze auto had. Ja. Jij spoort niet. Die gore hoed, vond jij cooler? Kijk, die hoed moest ze gewoon afdoen. Want niemand houdt van hoeden. Oh, masterbal! Heel ziek. Wauw. Ik heb ook nog een masterbal, volgens mij. Nice. Yo, hou nou eens op. Ik snap hem. Ik ben in yo! De... Yo, volgens mij hebben ze hun stem nu inmiddels verloren. Want jeetje, Mina. Ik ben nu in de grot van de Tapu Fini. Oh, ja, oké. Okay. Oh. Docs, heb ik gehoord dat ik daar naartoe moest. Ik vind het zo onhandig dat je met die nieuwe update niet in één keer kan speeduppen. Dat je eerst dat je per 10% gaat speeduppen, zeg maar. Oké, naar Docs en dan? En naar de docks en dan aan de meteen aan de linkerkant staan, als het goed is, Gladion en Lily. Nee, dat is geen Gladion en Lily. Nou, oh, daar. Heel ziek. Oké, gaan we dan naar Pony Island? Ja. Heel ziek. En dan aan de linkerkant, het eerste huisje waar je ook echt in kan. Helemaal rechts in de hoek staat dan zo'n vrouwke die sterke Pokémon geeft. Ik ben nu alweer kwijt wat je hebt gezegd, maar... Als je zo een pony bent, dan vraag me, zeg maar. Ja, ik ben er, maar ze gaan weer praten. Hebben ze hun stem nog niet verloren? Ze hebben echt al zoveel gezegd. Ze hebben echt 25 uur gepraat achter elkaar, gast. Zo, nou, ik ga het wel weer speed-upen, want... Het is verschrikkelijk. Yo! Nou, dat niet, maar ik wil wel leven. En dan niet dat ze praat tegen me. Ik wil gewoon peace. Rustigheid. Wil je dikke vet yo! Peace? Ik word woest. Nee. Ik ben woest. Kan niet van ze neer. Bouwen. Yo, wie de fuck is dat nou weer? Nou, ze kan niet verven in ieder geval, want ze zit helemaal onder. Oh, Mina of zoiets heet zij. Dat is de achtste trial. Maar ik weet niet waarom of die niet in de eerste game zat, want... Zij zit wel in de eerste game, maar toen was ze geen trial captain. Wat? Oké, ik ben nu in Pony Island, bij de super healer. Oké, aan de linkerkant, het eerste huisje waar je echt in kan lopen. Laat je dat eerst doen, anders kan je het weer niet onthouden. Jawel, nu wel. Maar zo net was ik natuurlijk bezig met speed-up. Oké. Links het eerste huisje waar je echt in kan. En dan helemaal rechts in de hoek staat een vrouwke die een sterk encounter geeft. Bij de Huntailboot. Dat zou goed kunnen. Ja. In ieder geval, ja. Nice. You received an Aerodactyl, baby. Lillipup, god. Nou, je mag hem wel gebruiken. Ik ga hem gewoon een naam geven. Pieze, gore, puppy. Oh, ik heb hem kuthond genoemd, maar... Ach, nou, dat komt op hetzelfde neer. Yo, haters. Echt, jij krijgt weer zo'n ultra huge, zieke man... Ziek. Nou, tilt hem. Ik ga gewoon door, hoor. Ja. Ondertussen. Yo, nog meer. Nee. Lily. Oké. Dat werkte. Heel raar. Ik ben trots op Sander. Oké, ik moet hier wel even zo'n Salandit vangen, hoor ik net. Oh, ik moet ook weer een nieuw Pokémon meenemen. Oeh, Tentacruel.
Die zijn ook wel een nieuwe poison type. In principe misschien. Oeh, Gothathel. Oh. Wat? What's los? Ik zit te denken of ik nu iets illegaals heb gedaan zo net. Waarschijnlijk wel, wat is er? Ken je Jesse? Die was dood, hè? Ja. Ik heb hem mogelijk zo net gebruikt. Hoe durf je? Maar misschien ook niet. Ik weet niet of je in de Evil Foundation ook gehealed werd voor de Lucemie Battle. Of ging die daar dood? Dan is daar het sowieso niet aan. Daar ging hij dood. Hij ging daar dood. Hij ging dood in de Lucemie Battle. Nee, dan is het sowieso niks aan. Oeh, dat was... Huh? Oh, tuurlijk! Ik ben een Pokémon kwijt, maar dat was dom omdat ik mijn type chart niet wist. Ja, mijn eigen schuld. Niet killen, Bloem. Oh. Nou, nee, je bent niet eens benieuwd welke Pokémon er dood is? Welke Pokémon? Ja, what the fuck, gast? Ja, nee, ja, nu ga ik het ook niet eens zeggen. Nee, zeg het wel! Yo! Okay. You never seen the Pokémon boeien? Ja, vertel. Mijn Scolipede is dood. Scolipede. Bug Poison? Gen 5 Pokémon? Ja. Bug Poison. En ik dacht van, een Bug Pokémon, dat is super effect op psychisch. Maar ja, psychisch is ook super effect op Poison. Oeps. Ja, dat is kut. Oké, Bonus Suite is dood. Waarom deed Mega Drain zo weinig op die Tentacruel? Ik bedoel, hij heeft ook weer niet dood, maar hij had wel iets meer mogen doen, gast. Maar waar ben je nu dan? Loop ik nog steeds erg achter? Ja, je loopt wel een stuk achter nog, ja. Hey, ik ga wel gewoon zo'n... En weet je wat het erg is? Ik ben Pokémon kwijtgeraakt aan een gast die ik niet eens had hoeven te verslaan. Ja, dat is kut. Dat ken ik. Maar ik moet nu toch eventjes terug naar het stadje, want ik moet een andere Pokémon. Fuck! Wat? Ik heb precies hetzelfde. Ik dacht grass, water. Oh. Maar ja, hij is ook poison. Waarom ik hem wou vangen en nu ben ik mijn kiezenvechter kwijt. Oeh. Poison is ook super effective op fairy, wat doe ik? En sowieso dus op grass. Ik dacht... Niet na. Poison is echt 4 keer effectief op jouw channel tag. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Fucking kutzooi. Waarom moet ik ook weer deze Pokémon hebben? Ik haal mezelf. Nou, we zijn weer goed bezig, Sander. Is er nog een fight grass? Oh, critical capture. Nou... Als deze niet zit, word ik echt boos. Oké. Ik ben nog steeds boos, maar dat maakt niet uit. Ik heb al 2 ground Pokémon, dus we gaan Flygon niet in het team doen. Yo, waarom je Flygon niet in het team doen, gozer? Omdat ik al 2 ground Pokémon heb. Ik ben net Bug Poison kwijtgeraakt, maar ik kan ook een vecht Pokémon erin doen. Ik zou het wel doen, in mijn team. Ik ga een fight Pokémon erin doen. Ik weet wel hoe ik hem noem. Oké, ik ben Sander, benieuwd of jij raadt welke ik ga doen. Maar welke Pokémon heb je gevangen? Black Sludge! Nee, Place in Your Bag. Send... Welke Pokémon heb je gevangen? Oh, Place in Your Bag. De Tentacool. Oh cool. Ja. En waar heb je die ook weer gevangen? In het Grass hier, denk ik, hè? Uni Island, Grass 1. Ja. Alleen, welke naam heb ik hem gegeven? Jij mag raden. Oh, Crewboy? Weet ik veel. Denk aan wat is een Tentacruel voor... Je hebt hem Kwallenvisser genoemd. Octo. Is ook wel goed geweest. Octo, ja, je begint al goed. En dan? Dus. Nee? Bijna? Tentakel? Nee, de octo is goed, de octo is goed. Deze mag ik ook, ja! Dat is wel gunstig.
Ik kom een grandpa tegen. Oké, okay, nice. Oké, ik ga het wel zeggen. Ik heb hem Octopussie genoemd. Waarom? Waarom niet, gast? Waarom haten? Gozer. Ik haat niet. Nee, oké. Okay. Ik dacht dat je lachte. Oh, joh, waar moet ik heen? Op de kaart moet je nodig ergens heen, trus. Oh, godverdomme, daar kom ik net vandaan. God damn it. Hey, Skull Crash, niet killen. Als je Grandpa killt... In principe maakt het niet uit als ik hem nog een keer vind. Nee, dat maakt het niet uit. Maar nu is IJsbeer nog een level hoger. Dus wordt het nog lastiger om hem niet te killen. Je kan het, Sander. Nee, dat weet ik niet. Nou, ik hoop het. Oh, deze mag ik niet. Maar deze wil ik. Ik wil deze. Oh. Deze heb ik shiny. Nou, deze niet. Ik heb een Luxray shiny, maar... Hoe wil je als ik niet mag runnen, hè? Okay. Oh, we moeten eerst naar Executor Island. Oh, Sander, we moeten denk ik... Ja. Ik denk zo wel dat ik moet gaan trainen, zeg maar. Ik wil even die Drampa dan vangen. Ja, dan ga ik mij niet even trainen. Mag ik deze vangen? Palkia is volgens mij water. Ja, Palkia is water, ja. Waar is Le Masterbeel? Oh, slim, ja. Oh, mestbal. Ik kijk deze cutscene even af en dan eindigen we de aflevering. Oké, Grandpa. Ik hoef jou al niet meer. Ik heb al een dragon. Oh, yo, meteen aan, Grandpa. Hey, die Grandpa gaat dood. Dan hoef ik je niet meer, hoor. Zo. Oeh, dit is wel... Dit is wel setup. Ik heb dus op grasvee, de Charnotic, yeah, heb ik Sleep Powder en ik kan nu Dream Eater leren. Ah. In plaats van Confuse Ray, en ik denk wel dat ik dat ga doen. Ik heb geen Psychic, dus dat is wel ziek. Okay. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ik weet ook al hoe ik hem ga noemen. Shining. Ah, ik snap hem. Oké, ik ga de aflevering denk ik beëindigen. Ben jij ook zover? Auw, dit doet wel pijn. Ja, het kan wel, kan wel. Ik heb net een box gedaan. Ja. Bedankt. Bijna net al in. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Jawel. Ja, en Sander is natuurlijk ook een coole jongen, dus ga zeker even naar het linkje in de beschrijving voor zijn kanaal. En dan kan je op hem abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan, ben je echt een sukkel. Oké, bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Adios.